grote en 5 jonkies. Ja, u bent nu de kippen aan het voeren. Ja. Deze die is dus heel erg gewond geraakt. Ja. Want ze worden aangevallen door de haviken, hè? Ze worden aangevallen door de haviken. Deze is blind aan één oog. Ja. Deze heeft, dus dat is aan de andere kant, aan die kant. Dat is dus even lastig. Misschien kan ik draaien. Loop ik voor u langs. Kijk, kom ik. Ja, een kippenlaat is nog niet zo makkelijk filmen. Maar hoeveel kippen, mevrouw Brassen is het, hè? Brasser. Brasser. Hoeveel kippen bent u al kwijtgeraakt door die haviken? Vanaf maart 2019 woon ik hier. Ja. Wonen we hier. Ja. Er zijn 10 kippen doodgebeten. Ja. Of doodgemaakt. Dus ik vind dan, vooral als we er niet zelf niet zijn. Ja. Als de honden er ook niet zijn buiten. Ja, want honden zijn fantastische beschermers. Daar zijn de roofvogels in principe bang voor. Ja. Maar als ze er niet zijn, dan vallen ze de kippen aan. Ja, vooral als een dag als wij weg zijn en de honden zijn mee. En of de honden zijn niet buiten, ja, dan worden de kippen weggehaald. Oké, okay, maar de kippen, u zegt ze worden weggehaald, want ze, de vogels nemen ze mee, hè? Nou, ze nemen ze niet mee. Oh nee? De havik die valt bijvoorbeeld uit de boom. Ja. Die zit daar in de boom, die valt naar beneden. Dus hier ook tussen die bossages heb ik dode kippen gevonden. Ja, ja. Die, dat heb ik ooit gezien, die valt op de rug van de kip. Ja. En dan begint hij in de nek te plukken. Daardoor raakt de kip in shock. Ja. Die gaat, die krijgt een hartstilstand. De havik haalt de begint aan de zijkant te plukken. Daardoor krijg je een plukcirkel om het beest heen, om de kip heen. En daarna eet hij de zijkant eruit. Dus één kipfilet eet hij op. Ja, ja, vreselijk zeg. En de rest laat hij liggen. Ja. Want dan heeft hij genoeg gegeten. Dus, En wat hebt u, ja, dat dan brengen wij de kip naar het bos. Ja. Zodat er een andere kip bespaard kan worden. Ja, en dat ja, een ander roofdier de andere helft opeet. Ja, en nu bent u van plan, want u deed een oproep, hè, om cd-schijfjes eventueel aan u te geven. Ja. Want daar zijn ze bang voor dan? Nou, het schijnt zo te zijn dat dat glinstert in de zon. Ja. En dat ze van elke beweging en het glinsteren van de cd's, daar glinstert de eentje bijvoorbeeld fel. En omdat dat waait. En hoeveel van die schijfjes hebt u intussen al opgehangen, weet u dat? Er hangen er ongeveer 200. 200? Ja, want ze hangen dubbel. Ja, ze hangen dubbel. Want de andere kant... Ja, hier, ja. Hier, oh ja, natuurlijk, natuurlijk. Kijk, de andere kant, die zijn bedrukt vaak, ja. Ja. Die glinstert niet. Ja, die glinstert dus, niet. 200. Ja, ik heb er nog wel 200 nodig. Dus we, hierbij een oproep, als er kijkers zijn die zeker eventueel ook nog van die cd-schijfjes liggen hebben, die kunnen zich melden. Oké. Okay. Kijk, ik heb daar bijvoorbeeld ook een oehoe, daar zijn ze ook bang van. Oh ja, zo'n afbeelding. Er zit eentje bij het hek, op het hek gezet. En hier eentje op een paal, nou dat heeft nu natuurlijk niet zoveel zin. Omdat het hennep hoog staat. Maar wanneer dat... Oh ja, daar zijn ze bang van. Kijk. Terwijl het niet beweegt. Ja. Ja. Nou ja, het beweegt een beetje. Ja. Ik zal even zo lopen. Als het waait... Oh ja, het is deze ook, sorry. Ja, kijk. Ja, ja, oké. Okay. En hij draait ook. Ja. Dus hij zit iedere keer een andere kant op te kijken. Jongen, u hebt een behoorlijke investering gedaan om die roofvogels van uw kippen weg... Nou, mijn kippen worden heel oud. Mijn kippen worden gemiddeld meer dan 12 jaar. Oké, okay. Wat voor soort kippen zijn dat dan? Van alles. Alles? Maakt niet uit. Ja. Ik heb alle rassen. Ja. En ook een mengelmoesje. Het is een hobby van u om kippen... Kaar. En, maar ik hou alles heel goed schoon. Ze krijgen heel goed eten. Ze lopen vrij. En in... de laatste kip die gepakt is door de having. Ja, hoe lang is dat geleden? Was, dat is 6 weken geleden. Ja. Die was 13 jaar en 10 maanden. Ja, ik kan me voorstellen dus dat ik was dat... bijna aan de 14e verjaardag toe. Dat was een echte kippenmoeder. Nooit zelf een kuiken gehad, maar altijd voor de kuikens gezorgd. Van andere kippen. Ja.
En deze kip verdedigde een jonge kip. Ja. Die was daar net. Ja, want dat doen die ze wel. Die had een blind oog. Ja. Die is gepikt in het oog. Ja. Heeft de oog beschadigd. Die oudere kip heeft haar verdedigd. Dus ik vond heel veel kip, veren van de jonge kip. Ja. En de dode kip daarnaast. Ja. De oude kip dood daarnaast. Zo, ja, ja. Daar wordt u niet blij van. Nee, daar doe ik wel een traantje. Laat ik wel een traantje op. Ik vind het ook een grote zorg. Mijn kippen hebben hier ook, ik heb 25 jaar kippen. Ja. En deze, hier hebben ze steeds snot. Ik heb geen idee waarom. Ik neem aan dat u ook wel eens met de buurt gesproken hebt over dat probleem. Over het probleem van de haviken zeker. Ja, en wat die hebben hetzelfde probleem. Okay, dus die mensen sluiten heel vaak hun kippen op. Ja, ja. In een ren. Kijk, wij hebben een mooie ren gemaakt. Ja, ja. Heeft mijn man gemaakt. Maar ik hou niet van opgesloten dieren. Nou ja, precies. U hebt een bepaald principe waarvan u zegt, dieren zijn geen criminelen, ze hoeven niet opgesloten te worden. Ze mogen vrijlopen. Alleen met het risico dat ze natuurlijk door haviken nu eventueel... Ik begrijp wel dat leven gevaarlijk is. Ja. Dat is voor ons ook. Ja, voor mens en dier. Ja, ja, voor mens en dier. Ja. En ik denk dan, je kan beter een vrij leven hebben en wat korter leven dan... opgesloten zitten. Ja, ja, ja. Vooral als het een kleine ren is. Mm-hmm. We gaan even. Dus mijn man heeft een... Dat ziet er netjes uit. Een aardig grote ren gemaakt. Meer dan netjes. Dus kijk 50 aan. 50 vierkante meter voor 13 kippen. Nou, die hebben het dan hartstikke U hebt een handige man zo te zien. Ja. Ja. En hier blijven de kippen. Dus als we een hele dag weggaan, dan laat ik ze hier. Oh, ja. Nu is het warm s'nachts. Laat ik het hok open. Doe ik de ren dicht, de kippen gewoon 's ochtends zelf... Hier zijn ze uiteraard veilig. Hier zijn ze veilig. Maar u zegt, ik hou er niet van dat ze dag en nacht opgesloten worden, dus ze moeten dan ook... Dan wil ik ook geen kippen meer. Nee, want u doet het ook een beetje voor de eieren, denk ik. Nee, ik doe het helemaal niet voor de eieren. Oh nee, want men zegt dat kippen... Het is leuk. Ja. Nee, maar het is leuk om eieren te hebben, dat is een leuke bijkomstigheid. Ja. Maar als een kip ouder is dan 3 jaar, dan legt hij ook geen eieren meer. Okay. Of 1 eitje in de week of zo. Ja, ja, precies. Als een kip 12, 13, 14 jaar wordt, dan leggen ze al heel lang geen eieren meer. Oh, u weet heel veel van kippen? Ja, ik weet heel veel van kippen. U zou wel eens de kippenkoningin genoemd kunnen worden. Nou, dat weet ik niet. Maar ik weet heel veel, als ik iets doe, dan wil ik er alles van weten. Nee, want ik sprak een paar maanden geleden met een man in Dedemsvaart. Ja. Die wist gigantisch veel van aardappelen. Die woont daar in de bocht. Ja, leuk. Hij wordt de aardappelenkoning genoemd, of de aardappelkoning. Okay. Dus vandaar die opmerking naar u toe. Nou, dat zou ik niet durven zeggen, maar kijk, ik weet niet of dat... Er is hier een heel groot hok. Nou en of. Voor 8 kippen. Ja, ze zitten comfortabel. En de 5 kleintjes dan nu. Ja, ja, ja. Maar dat is een groot hok. Ik hou dus... We wonen zelf ook groot. Ja, ja, nou ja, mens en dier genieten van het comfort.